De komende maand is Heringastaten in Marsum, beter bekend als het Popta-slot, nog voor publiek open. Deze best bewaarde stins van Friesland is maar 2 maanden per jaar te bezichtigen. Het werd in de 15e eeuw gesticht door het geslacht Heringa. In 1603 kwam het in handen van het geslacht van IJsinga en in 1631 werd het ingrijpend verbouwd. In 1687 werd het gekocht door dokter Henricus Popta, een gegoede advocaat uit Leeuwarden. Die zorgde er toen al voor dat het Popta-slot tot de dag van vandaag ongeschonden bleef. Het huis is nog gemeubileerd en ingericht in de 17e en 18e eeuwse stijl. Bert Prins, bijzondere plek hier, hè? Zeker weten. Heel bijzonder. Hoe oud is het Popta-slot? Het Popta-slot is gebouwd omstreeks 1500. We weten het niet precies, maar hiervoor stond natuurlijk ook al een verdedigbaar kasteel. Maar wij weten in ieder geval zeker dat vanaf 1500 dat hier een dergelijk kasteel stond. Het is eigenlijk maar 1 keer verkocht. Het is 1 keer in de geschiedenis verkocht en dat was in 1687 aan dokter Henricus Popta. Het is veel geld, hè, Popta? Heel veel geld. Hij was eigenlijk multimiljonair voor die tijd. Hij heeft bij zijn overlijden in 1712 heeft hij ongeveer 300.000 gulden nagelaten. Hij had eigenlijk geen nakomelingen, maar wel familie? Hij had wel familie, een hele kleine familie. Hij was niet getrouwd, had geen kinderen. En hij wilde toch dat zijn naam in de eeuwigheid zou blijven voortbestaan. Daar is hij goed in geslaagd. Want? Hij heeft bepaald dat zijn huis nimmer meer bewoond mocht worden. En dat er goed op gepast moest worden. En dat er nooit meer iets veranderd mocht worden. Er wordt heel goed opgepast, hè? Want het is de best bewaarde stins van Friesland. Dat kun je wel stellen, ja. Ja, ja dat klopt. Daar doen wij ook alles voor. En daarvoor is ook onder andere een slotbewaarder aangesteld en een tuinbaas om de boel hier keurig op orde te houden. Dit is een grote kastanjeboom achter ons. Ja, een immens grote kastanjeboom. Hij is in ieder geval, dat weten we zeker, 170 jaar oud. En hij stamt uit de tijd van Roodbaard. Want die heeft in 1840 ongeveer de tuinen van Popta helemaal aangepast naar de smaak van die tijd. De slingerende paden, heuvelachtig terrein, mooie boomgroepen, doorkijkjes. En dat is allemaal weer veranderd na de restauratie van het slot in 1907. En toen heeft men zoveel mogelijk de tuin strak gemaakt. Maar goddank is de kastanje gespaard. We kunnen er ook in, hè, als publiek. Ja, zeker.
En het is normaal in het voor- en na-seizoen is het op afspraak. Maar in de maanden juli en augustus dan zijn wij dagelijks geopend. Van 11 tot 16 uur. De laatste rondleiding wordt om 16 uur gegeven. En zondags dan zijn we gesloten. De tuinen zijn ook open voor het publiek. En je kunt er alleen maar in middels een rondleiding. Omdat het een te kwetsbaar interieur is. En omdat men het verhaal van Pop daar gewoon moet meekrijgen. Anders is het lang zo leuk niet. Het gaat leven als je hier bent. Absoluut, absoluut. En wij zorgen ook dat de mensen rondgeleid worden door een geoefende gids. En dat zijn vaak vakantiewerkers. Die worden dan opgeleid voor deze periode. En die nemen mensen een uur lang mee in het slot. En dan gaan we elk vertrek gaan we bekijken en wordt er iets over verteld.